Deze highlights worden nu aangeboden door Heineken. En Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Of toch Sané? Durft hij dat aan vandaar? Jawel, Sané. Nou, dat is zeer zwak in de muur. Ja, stond recht achter zijn bal. Is zeer moeilijk. Goretzka. In de handen uiteindelijk van Ter Stegen. Garcia vindt Pedri. Altijd snel in het denken en het handelen. Alba met diepgang. En Roberto ineens. Eerste doelpoging van de wedstrijd is er toch een van Barcelona. Sané wandelt. Opgepikt Müller. Opgepikt door Davis. Pavard met Goretzka. De machtsmens op de middenstrook bij Bayern. Daar stond er alleen van Bayern. Sané en de hand van Ter Stegen. Goeie reflex, goede volley. Eerste bal tussen de palen is een gevaarlijke. Een foute paas van Busquets. Sané, Kimmich. Tussen de lijnen Müller, die gaat uithalen. Nee, geven nog met Musiala. Grote kans en afgeblokt door Piqué. En Musiala nog tegen de grond. En nu zijn ze eruit, die van Barcelona. Depay, kopbal van Araujo. Het was er nog redelijk ver naast, maar het was wel een vrije kopbalkans voor de Uruguayaan. Müller heeft een schietkans en hij wijkt af. Een pechdoelpunt tegen voor Barcelona. Ter Stegen kansloos. En zo staat Bayern ineens toch 0-1 voor. Thomas Müller viert wel. Maar het is natuurlijk eigenlijk een own goal. We moeten hem behouden. Sané komt erdoor en Sané, de save van Ter Stegen. Musiala gestuit even door Piqué. Davis gaat knallen. Musiala en de paal. En binnen geduwd door Lewandowski. Geen buitenspel. En 0-2 voor Bayern München. Geweldige knal van Musiala. En dan staat hij daar toch weer op de goede plaats. Nog even afwachten of het buitenspel was of niet. Ik denk het niet, Peter. Nee, ik denk het niet. Het is pijnlijk, hè. Het is zoals we zeiden, als ze echt doorduwen, hier gaan we het zien. Nee, absoluut. Nee, dat is wel Araujo die er nog stond. Stanisic. Gnabry heeft veel ruimte. Oh, kijk eens. Nog in het zijnet geknald. Kom aan, Gnabry en de paal. Opgepikt Lewandowski. En nu wel, denk ik. Voilà, 0-3. Robert Lewandowski doet er weer 2 bij. Balverlies van Demir. Ja.
Hij probeert veel, hij durft veel, heeft lef, maar daar liet hij de bal liggen. Twee keer Lewandowski na een bal tegen de paal. Een toch 0-3. Strinic. Coman. Kimmich met links. En afzwaaier. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken. En hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.